Dorpshuis De Sprong in Ooi krijgt, als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal ligt, een bijdrage van maximaal 60.000 euro. Dat is nodig om financieel weer gezond te worden. Het dorpshuis heeft in november 2017 al een brandbrief gestuurd. Daarin wordt de oorzaak met name gezocht in de teruggelopen omzet en de zaalhuur. Er moet ook nog wat aan onderhoud gebeuren, maar dat kan niet betaald worden. De Sprong is een belangrijke ontmoetingsplek in Ooi en draait al vele jaren zonder gemeentelijke subsidie. Met het bestuur is gesproken over maatregelen om de financiën weer op orde te krijgen. De huur- en consumptieprijzen zijn verhoogd, er is minder personeel en er is meer inzet van vrijwilligers. Dit zorgt de komende jaren voor een sluitende exploitatie, aldus het college.